Hi, ik ben Saar Koningsberger, trots ambassadeur van Het Vergeten Kind. Voor deze serie ga ik in samenwerking met Persol het gesprek aan met superleuke bekende moeders. En we praten over veilig opgroeien, kansen en het ontwikkelen van talenten van opgroeiende kinderen. Want helaas is dat niet zo vanzelfsprekend. Hier in de stoel, Robin Martens. Hallo vrouw. Hi. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, in een land als Nederland hoort dat toch eigenlijk best wel vanzelfsprekend te zijn dat een opgroeiend kind alle kansen krijgt die het verdient om zijn of haar talenten te ontwikkelen, toch? Zeker, ja. Dat is denk ik ja, sowieso natuurlijk wel over de hele wereld, maar vooral in Nederland ga je daar wel van uit. Ja, en toch is het hier alsnog een uitdaging voor heel veel kids. Ja, het is heel erg om te horen. Ja. Hoe was het voor jou? Hoe was jouw jeugd? Ik heb leukemie gehad op 4-jarige leeftijd. En ik was 11 toen ik genezen verklaard ben. Dus mijn jeugd stond vooral heel in teken anders, van het ziekte, ja. Van de ziekte. Dus ik denk ja, dat sowieso wel een hele andere jeugd is dan wat andere kinderen hebben gehad. Of wat je een kind wenst, zeg maar. Wow, heftig wel. Maar 4, mijn dochtertje is 4. Ja. Heb jij wel eens gepraat met je ouders wat er met hun wereld gebeurde op het moment dat je erachter komt dat je dochtertje van 4 leukemie heeft? Ja, ik herinner me dat ze heel erg moesten huilen natuurlijk. Dus je voelt dat ook heel erg. Ik was altijd wel echt een clown op de afdeling. Dus ik denk dat ik het ook gedaan heb om hun blij te maken. Een beetje overcompenseren. Ja, dat eigenlijk van binnen gebeurde er veel meer dan dat ik aan de buitenkant liet zien. Want er werd ook aangeboden, zeg maar, toen ik 11 was, van, nou, of ook al daarvoor, van je kan praten met de psycholoog en dat is ook belangrijk. Maar mijn ouders hadden toen zoiets ook van, ja, het gaat heel goed. Ik was altijd heel blij. Dus je had zoiets van, nou, volgens mij gaat het wel goed met haar. Dus we moeten het misschien maar niet oprakelen. Maar dat was eigenlijk wel echt nodig geweest, want het kwam er eigenlijk allemaal uit toen ik 18 werd. Dat het eigenlijk helemaal niet goed ging. Want werd je dan recalcitrant op dat moment? Of? Nou, ik had een heel laag zelfbeeld. Oh ja. Maar weet je waarom dat zo was? Ja, omdat ik het nog nooit... Ik had nooit verwerkt. Ik heb dat nooit verwerkt. Gewoon die hele leukemieperiode niet. Maar ook de trauma's niet, want ik heb... Oh, schat. Even goed blijven ademen. Het is oké, het is logisch dat je wat doet, schat. Ben je oké? Okay? Ja, dank je. Oké. De trauma's? Ja, ik kreeg beenmergpunctie, zeg maar. Ja. En wat er dan gebeurt is dat je gaat eerst een kamertje in en dan krijg je een soort van verdovingspleister waar je slaperig van wordt op je rug. Dan moet je even wachten, want het moet inwerken en dan ga je naar de volgende kamer. En toen... Was je toen alleen? Mijn ouders waren toen erbij altijd en wat er gebeurde is... Vanwege een beenmergpunctie, dat kan voor verlamming veroorzaken als je verkeerd prikt. Ja. Er gaat een holle naald in je been, in je bot. En daar halen ze dan beenmerg uit. Dus het is ook nog een dikke naald. Dus dat kan natuurlijk ook andere schade aanrichten als je niet stil blijft zitten. Dus ik weet ook niet zo goed waarom het nu allemaal omhoog komt. Misschien omdat ik er alweer een tijdje niet over gepraat heb. Of omdat ik nu ook een dochter heb. Ja. En dat is echt een hele grote nachtmerrie. Want je gunt niemand het en al helemaal niet een kind. En nu heb je zelf ook een kindje. Ja, nu heb ik zelf een kindje. Ja, gaat goed? Gaat hartstikke goed. Makena? Makena, ja. Mooie naam. Heb jij de neiging om Makena een beetje te sturen? Ja, ik heb eigenlijk best wel de neiging om haar te sturen. Maar ik merk ook wel dat ik niet te vaak nee moet zeggen. Want ik had eigenlijk, zeg maar, toen ik zwanger was, had ik me voorgenomen om zo min mogelijk nee te zeggen. Maar dat lukt niet echt. Dus dat je misschien niet de hele tijd nee, want ze zegt ook nu nee. Oh ja. Dus ze zegt mij nu ook na. Ja. En ben je dan een soort van wel... Ja, ik zit er wel bovenop. Nee, nee. Mijn vriend hoeft maar één keer te zeggen, ah, wow. Dat is dan in zijn Frans of dat komt uit Cameroen. En toen zegt hij, ah, wow. En dan kijkt ze naar hem en dan weet ze, oké, dit mag niet. Hij hoeft ook verder niks meer te zeggen. Hij hoeft alleen maar dat geluidje te maken. Ja. Dus dat heeft hij al. Maar jij hebt geen geluidje. Nee. En als je het hebt over bijvoorbeeld bepaalde ambities, merk je dat je daar al over na aan het denken bent met haar? Dat je denkt, oh, ik zou het wel heel leuk vinden als bijvoorbeeld ze danst nu al. Dat je denkt, oh, dan gaan we daarheen en dan gaan we dat doen. En... Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ook omdat ze dus nu al danst. Maar ik wil vooral, als zij zegt op basketbal, dan vind ik dat ook prima. Het Vergeten Kind heeft ook een jongerenraad en die noemen wij de Unforgettables. En eigenlijk zijn dat ervaringsdeskundigen, namelijk jongeren die vroeger vergeten zijn. En eigenlijk zijn zij de stem van de stichting. En ik heb een Unforgettable die jou ook een aantal vragen wil stellen.
Mijn naam is Fiorenza en ik ben lid van de jongerenraad van het Vergeten Kind. Wat wilde je als kind worden en is dat uitgekomen? Ik wilde als kind danseres worden. Okay. Dat is dan niet helemaal uitgekomen, maar ik heb natuurlijk wel een fantastisch dansprogramma gedaan. Dus die droom is wel uitgekomen. En ja, ik was ook altijd bezig met zingen en acteren. Dus die dromen zijn zeker uitgekomen, want ik ben uiteindelijk natuurlijk actrice geworden. Hoe mooi. Ja, heel bijzonder. Toch? Ja. Ja. Was jij als kind een beetje een smeerpoetje? Ja, zeker. Ik was zeker ook wel goor. Ik was gek op de zandbak. Ik hield ook echt wel van buiten spelen. Dus dat zou ik voor Makena ook leuk vinden als zij dat ook zou hebben. En dat is ook goed. Kinderen moeten lekker naar buiten. Ja. En merk je dan dat je bij haar ook wel denkt, oké, ze moet wel een beetje netjes blijven? Ik merk dat maar dat is denk ik vooral omdat ik nu de eerste heb. Dat ik inderdaad nog heel erg met een doekje klaarsta om haar snel haar handjes, zodat niet alles onder zit. Bijvoorbeeld als ze een snotneus heeft, dan is die wel binnen een minuutje weg. Ja. Ik zou niet mijn kind zo met snotneus laten lopen. Hoeveel wasjes draai jij? Ik denk 2 of 3 per dag. Zo? Ja. Ondanks dat jouw jeugd anders was dan die van vele andere kinderen, heb jij toch het gevoel gehad dat je alle kansen hebt gekregen? Ja, ja. Dat is eigenlijk niet om te twijfelen. Ja, want mijn ouders hebben mij altijd vrijgelaten in wat ik wilde doen. En die hebben wel echt mijn dromen, hebben ze... Ja, met mij samen nagejaagd. Want mijn moeder heeft nooit gezegd, nee, ik kan je niet naar een auditie brengen. Mijn moeder zei altijd, ja, is goed, ik rij wel. Al was het maar naar de figuratie van een reclamespotje. Weet ze al. Ja, maar het is wel waanzinnig, toch? Ja, ik ben nooit geremd in hetgeen wat ik wilde doen. Ze hebben ook altijd wel in me geloofd. En dat zou ik heel graag ook willen voor Makena. Het maakt niet uit, wat je wilt doen, moet je echt vooral doen. Gewoon echt je hart volgen en jouw dromen, die zijn het belangrijkste. Mama en papa, die gaan daar wel in mee. Ja. Wat vind jij het allerbelangrijkste om mee te geven aan Makena? Dat liefde echt het allerbelangrijkste is op de wereld. Wat je ook doet, waar je ook naartoe gaat. Ik zou haar heel graag willen opvoeden met lief zijn voor jezelf. Ook omdat ik dat natuurlijk zelf niet heb gedaan. Nee. Dus dat wil ik heel graag meegeven. Daar ben ik ook heel bewust nu al. Nou, niet nu al, maar daar denk ik echt over na. Hoe ga ik dat doen? En ja, volg je dromen, volg je hart in alles. Dat is echt het belangrijkste. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel voor dit super mooie, fijne gesprek. Echt, je doet het echt fantastisch. Hartstikke lief. Jij bedankt voor je dat ik me zo op mijn gemak voel en dat ik alles heb kunnen delen. Want dat doe ik ook bij iemand bij wie ik me fijn voel. Thanks.